Vandaag in Fayamiro's motovlog. Ik ga die pokoe van je in die vlog zetten. Ah, zo, wow. Ik word gewoon echt naar rechts geblazen hier. Nee man. Bouta! Nou, ik hou niet van snoep man. Wat heb je? Autodrop? Ja. Als het motordrop is, zou ik nemen. Later. Frankiel! Hey, ik ga die pokoe van je in die vlog zetten. Ah, is goed. Later. Frankiel! Deze man heeft een harde pokoe op Spotify man. Ja, ja. Gaan we dan. Het is nog een beetje windy en stormy buiten. We zijn van de random maandagnacht na werk. Onderweg terug vanuit Amsterdam centrum. Tot West, zeg maar, Amsterdam West. Binnendoor terug naar Haarlem. Nog een beetje vol. Ik heb net nog wat gegeten. Lekkere avondsnack gehad. Oh, het is nog best wel windy man. Je zou zeggen dat het lijkt bijna alsof Tom Kerr nog gewoon in het land is. Op de achtergrond hoor je nu Frank, a.k.a. Frank Kiel. Kijk, hoeveel heb ik gereden? 100 kilometer, 106 kilometer. Ik kan best zuinig gebruiken, 200 kilometer op volle tank. Dus ik kan nog ongeveer 100 kilometer. Ik hoef nog niet direct te tanken. Ik hou er sowieso van om straks te rijden, man. De weg lekker leeg is. Ik vind het mooi met al die lichten overal. Het is alleen wel winderig en koud op dit moment. Gewoon net iets meer dan ik verwacht had. Maar dat geeft niet, dat geeft niet, dat geeft niet. Dat is life. Dat is de bike life. Zo, wow. Ik word gewoon echt naar rechts geblazen hier. Als je niet tegenstuurt, kom je zo een baan verder te liggen. Lijpetorisch! Ik dacht dat Kera nu al wel over zou zijn. Zo! Nou, maar beter dan dat ik gekozen heb voor de binnendoorroute en niet over de snelweg. De snelweg is het dan denk ik nog een stuk heftiger. Hier heb ik nog een beetje bescherming van de gebouwen en alles. Kijk, je ziet het zo, kijk, zodra ik me, het komt niet door het hard rijden, maar zodra ik mijn hand een beetje uit de windbescherming van mijn motor haal, wordt er meteen meegepakt door de wind. Eigenlijk kunnen al deze stoplichten nu wel uit, toch? Op wie moet ik wachten nu? Maandagnacht om 2 uur. You never told me to come back, you live my vida. Nou, staan we dan te kijken naar een kruispunt. Mooi kruispunt. Oh, extra voetje aan de grond. En de wind was er even niet mee eens dat ik op één been aan het leunen was. Zo, die wind is echt heftig, man. Waar ik de dag van de storm voor gereden heb, toen was het veel minder heftig dan nu, man. Ik ga maar een beetje laag liggen. Ja. Nou, mocht je toch een keer zelf in stormachtig weer gaan rijden, hou er rekening mee dat zodra je stil gaat staan dat je twee benen aan de grond zit. Je zag het net, ik werd bijna omvergeblazen met de bike toen ik stil stond op één been.
het is basically hier gewoon rechtdoor en dan ben ik er zo goed als. Ja, toch een beetje verrast door het weer. Het is gelukkig droog, het regent niet. Dat scheelt. Ik heb niet heel veel geduld om achter deze auto te blijven zitten. Hij is verdwenen, man. Waar is hij nog heen ineens? Wow. Geen idee. Ik weet niet wat er gebeurd is. Hij was ineens weg. Weer even opletten geblazen. Volgens mij heb je bij dit kruispunt een flitspaal. Ik heb eigenlijk geen budget meer over voor boetes. Waar is die paal dan? Staat hij bij het volgende stoplicht? Stond hij daarop? Nee, hier staat hij bij het hotel. Dit is de paal. Ja, wind. Nu weet ik het wel. Gedraag je dan maar gewoon. De wind probeert me steeds te verrassen door elke keer vanuit een andere hoek te komen. Dus het is scherp blijven. Ah, Eigenlijk vind ik de wind vlagen in de storm, vind ik niet eens het gevaarlijkste aan een storm. Ik vind het veel gevaarlijker dat er iets kan omwaaien, dat de bomen op de weg terecht kunnen komen, of op me terecht kunnen komen. Onderdelen van gebouwen of andere voertuigen kunnen waaien. Vrachtwagens kunnen kantelen, dat soort dingen. Dat is waar ik meer bang voor ben dan daadwerkelijk omgewaaid worden door de wind. Ik heb best een, het is niet de zwaarste motor ooit, maar het is gewoon, ja, gewoon een zware motor, 20 kilo. Ik ben zelf ook niet de lichtste. Dus samen zijn we wel, wel een massief blok. En ook als je al een bepaalde snelheid hebt, ben je toch wel door de wind heen, zeg maar. Dan blijf je makkelijker overeind. Als je het midden van de rijstrook gaat rijden, kan je makkelijk correcties maken. In plaats van dat je aan de edge van de rijstrook rijdt en dan even een busje krijgt en dan meteen afgeblazen wordt. Dus ja, dat is niet mijn grootste zorg. Ik heb trouwens nog niet gehoord hoe deze nieuwe microfoon die ik nu heb het doet. Met de instellingen die ik nu heb aangepast. Deze storm is een goede kans voor de microfoon om zich te bewijzen. Ja, we zijn er inmiddels bijna. Heerlijk eraf. Hoi, ja, nee. Brrr. Dit is een Haarlems Kaarnwoude. In theorie zou je zeggen dat je nu wat meer wind zou moeten hebben, omdat Haarlem iets dichter bij de kust ligt dan Amsterdam. Ja, dat is natuurlijk geen verschil van dag en nacht. Anyway guys, dit was even een korte random video van mijn nachtelijke rit. Gewoon werkverkeer vanaf Amsterdam naar Haarlem. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem vet? Gooi even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat snel. En ben je wel geabonneerd op mijn kanaal? Thanks man. Thanks for being family. En voor nu zie ik je graag in de volgende video.